Dag dames en heren, de afgelopen week hebben we te maken gehad met heel hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En de gevolgen van dat zachte weer zijn buiten steeds duidelijker zichtbaar. Het is nog winter, maar op sommige plaatsen lijkt het echt al wel lente. Nou, ook de komende tijd blijft het zacht en wisselvallig. En vooral morgenavond springt eruit, want dan trekt een actief lage drukgebied over de Noordzee met misschien ook wel enige tijd storm. Nou, daar gaan we later in dit bericht verder naar kijken. Eerst het algemene beeld. Ja, we hebben nog altijd te maken met een stevige zuidwestelijke stroming, waarmee die zachte lucht naar onze omgeving wordt geblazen. En achter dit regengebied morgen komen we in veel zachtere lucht terecht, met misschien wel 14 graden op sommige plaatsen. Nou, hier passeert dat lage drukgebied morgenavond en in de nacht naar vrijdag. Met veel wind en aan de kust mogelijk ook enige tijd storm. Daarachter wordt het weliswaar een stuk rustiger, maar er blijven buien vallen in onze omgeving. En ook de temperaturen blijven voorlopig hoog voor de tijd van het jaar. Nou, dat zien we ook zeker vanavond en komende nacht. Vanuit het westen trekt een gebied met regen over ons land. Op sommige plaatsen kan er wel 5 tot 10 mm regen vallen. Later in de nacht wordt het geleidelijk droger, maar het blijft daarbij wel op de meeste plaatsen bewolkt. In die regen is het een graad of 7, maar in de loop van de nacht dan zorgt een stevige zuidwestelijke stroming ervoor dat de temperaturen gaan oplopen en tegen morgenochtend vroeg zal het al een graad of 10 zijn. En dan wordt het morgen overdag 11 tot in het zuiden misschien lokaal wel 14 graden. Nou, daarbij is het weerbeeld wel overwegend bewolkt met in eerste instantie droge periode. In de middag en avond steeds vaker regen en morgenavond kan er bij die regen lokaal zelfs wat onweer voorkomen, met name in het zuiden en zuidoosten van het land. Vanaf dat moment gaat het ook stevig waaien. In de loop van de middag neemt de wind al toe uit een zuidwestelijke richting. Wordt langs de kust al krachtig of hard, dat is een windkracht 6 tot 7. En tegen de avond mogelijk al stormachtig. En dan zien we op deze animatie ook dat stormlaag, zoals we dat noemen, passeren. Hier ontstaat die en dat windveld ten zuiden van het lage drukgebied trekt dan vooral in de nacht naar vrijdag over ons land. Dat levert niet alleen vrij veel wind op wat reguliere windkracht betreft, wellicht dus een windkracht 8 tot 9, maar er kunnen ook zware windstoten optreden en dat zien we op deze animatie. Geel staat voor meer dan 75 km per uur en hier zien we een gebied met oranje en rode kleuren over ons land schuiven. Dat zal vooral over het noordwesten van het land gebeuren en dan spreken we over windstoten van misschien wel iets boven de 100 km per uur zelfs. Dat is dus wel iets om even rekening mee te houden. Nou, achter dat lage drukgebied morgenavond wordt het dus een stuk rustiger. Dat betekent dat we vanaf vrijdag, maar vooral vanaf het weekend, veel minder wind hebben, gemiddeld de windkracht 4, maar wel nog steeds buien. Soms kan het ook wat langere tijd regenen, maar tussendoor zijn er ook wel enkele zonnige perioden. En de temperatuur gaat daarbij langzaam wel een paar graden naar beneden. Morgen wordt het dus lokaal 13 graden. De dagen daarna moeten we het doen met een graad of 8. Dat is overigens vrij normaal voor deze tijd van het jaar. En tijdens opklaringen in de nachten wordt het ook geleidelijk kouder. En het is niet uitgesloten dat begin volgende week het in het binnenland misschien tot een graadje vorst komt. Ik wens u nog een mooie dag.